Dames en heren, we zijn hier alle bijeengekomen voor de heropening van onze bijzondere universiteit. Uniek en onmisbaar, volgens de minister. En wat maakt deze eigenlijk zo uniek en onmisbaar? In mijn beleving, bij de humanistiek hebben we aandacht voor de mens. En richten we ons op het bevorderen van een menswaardige samenleving met aandacht voor zingeving. Een prachtig streven wat we hopen te naderen met het opleiden van zorgprofessionals voor de samenleving, het verrichten van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek en de voortdurende ontwikkeling van humanisme als moderne levensbeschouwing. Bij de humanistiek richten we onze aandacht op de mens en al zijn denkkaders, om te luisteren naar inspirerende levensverhalen en hen telkens weer kritisch te blijven bevragen. En hier mag ik dan als beginnende masterstudent een verhaal vertellen en tot jullie spreken. Door met woorden te spelen de gevestigde wereldorde op haar grondvesten laten beven. In minuut of 7 zal ik jullie meenemen in mijn toekomstbeeld voor de humanistiek. Hiervoor zal ik beginnen met mijn persoonlijke ervaring van de humanistiek, uit mijn kritiek en hoop jullie vervolgens iets nieuws te laten zien. Laat het toekomstbeeld in u resoneren als muziek, maar vrees ook niet in het uiten van kritiek. Het bevragen van denkkaders ligt immers aan de basis van de humanistiek. Dus voor nu, sit back, relax en enjoy the show. Beste mensen, waar zijn we mee bezig? Gedurende mijn bacheloropleiding heb ik mij mogen bekwamen in het verrichten van multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek, heb ik mij kunnen verdiepen in Oosterse en Westerse filosofie en dit allemaal in verbinding proberen te brengen met zelfs nog meer theorieën over de mens, vanuit de psychologie, religiewetenschappen en geschiedenis. En hoewel ik vervuld raakte van alle kennis en inzichten, begon ook iets bij mij te knagen. Een gevoel van leegte, alsof er nog iets ontbrak. Gedurende de onderdompeling in alle theorieën over mens en samenleving, ervoer ik namelijk mijn eigen bestaan niet als zinvol. Alsof ik op afstand van de wereld kwam te staan, beschouwend, verblijvend in het denken en daarmee in mindere mate in staat om verbinding met mijn medemens aan te gaan. Ik begon me steeds meer af te vragen wat we hier in vredesnaam aan het doen zijn. Wat voor zin heeft theoretisering over zingeving wanneer we deze niet naar de menselijke ervaring weten te vertalen? Wat voor zin heeft de eindeloze conceptualisering van humanisering wanneer de wereld naar de kloten gaat en de mensheid naar zijn eigen einde staart met de verwoesting van het globale ecosysteem? Hoe willen wij ons gaan inzetten voor een menswaardige samenleving met aandacht voor zingeving wanneer we tijdens de coronapandemie er niet eens in slagen om de gevolgen van de crisis voor de eigen universiteitsgemeenschap beschikbaar te maken? Hoe zorgen we ervoor dat de kritische theorieën van de humanistiek diep blijven hangen in het academische, maar tot leven kunnen worden gebracht? In de voortdurende opeenstapeling van meer en meer kennis over het dehumaniserende gevolg van marktwerking in de zorg, de versnelling van het levenstempo en het verlies van aandacht door de structurele maatschappelijke gerichtheid naar winstmaximalisering, maar ook het verlies van de natuur, met de decimatie van de globale biodiversiteit, de verbleking van de Great Barrier Reef en de ontbossing van het tropische regenwoud als gevolg van menselijke overconsumptie, begin ik het steeds lastiger te vinden om in de boeken te blijven, om er brave scriptie af te schrijven, voor de beoordeling van docenten die toch al veel meer weten dan ik. Nee, met al deze kennis kan ik niet langer langs de zijlijnen blijven staan. Als mens voel ik me verantwoordelijk voor wat de mens haar medewezens heeft aangedaan. En maar blijf nemen en nemen wat de aarde niet langer kan geven. Met het verlies van de aarde in zicht kan ik niet langer eenzijdig als toeschouwer in de wereld blijven voorbestaan. En dan in de woorden van eredoctor Martha Nussbaum: "The world is in need of a conscious racing ethical revolution of truly global proportions." Willen wij als mensheid blijven voorbestaan, dan zullen wij onze bestaans- en handelswijze grondig moeten herzien. Niet langer kunnen we onverschillig blijven relativeren dat onze acties toch niet uitmaken in het grote geheel. Nee, juist in de inherente verwevenheid van het zelf en de wereld, ik en ander, mens en natuur, zijn we verantwoordelijk voor de wereld waarin wij leven en kunnen wij als deelnemers een verschil maken door zorg te dragen.
De mens zijn niet langer als een destructieve kracht, maar als Atlas, groot en sterk, om Gaia te dragen. Om vanuit de humanistiek niet alleen aandacht te schenken aan de mens, maar aan al het leven op aarde. Het grote geheel waar wij alle deel van uitmaken. Een serieuze opgave, maar eentje die ik graag tot aan het eind der dagen op me zou willen dragen. En laten we bij de humanistiek beginnen. Als lichtbaken voor de verlevendiging. Een universiteit vol creatievelingen, filosofen, onderzoekers en onderwijzers. Een heus frontier om de mens te begeleiden naar een duurzame vorm van samenleven. En dit vanuit alle lagen van de humanistiek. Ik richt mij tot de bachelorstudenten. Om naar je hart te luisteren en projecten op te zetten om verantwoordelijkheid te nemen voor onze gedeelde toekomst. Studeren niet alleen te zien als theorie consumeren, maar ook te werken aan je eigen persoonlijkheid en eigen idealen te produceren. Ik richt mij tot de masterstudenten van humanistiek. Om de verschillende studieachtergronden met elkaar te verbinden. Elkaar te inspireren om nieuwe bestaansvormen te creëren. De wereld heeft jullie hard nodig. Voor de nieuwe master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleving, Menno, ik kom je halen. Zou ik voorstellen om een campagne te starten voor basisinkomen. Door eredokter Hartmoed Roos begrepen als de politieke daad die een resonante samenleving mogelijk zou kunnen maken. Voor zorgethiek zou ik willen kijken naar zorgverlening voorbij het menselijke domein. Hoe we de toenemende opkomst van ecologisch bewustzijn onder de jongere generaties kunnen omzetten naar ecologisch verantwoorde handelswijze. Vanuit de humanistiek zouden we een verschil kunnen maken. Niet langer als menswetenschap, maar als nieuwe levenswetenschap. Laten we leren luisteren naar het leven op aarde en te zorgen. Om de zorgen voor morgen niet langer uit te stellen en vanuit wijsheid en compassie een zinvolle toekomst tegemoet te treden. Ik kijk er naar uit om dit avontuur samen met jullie aan te gaan. Het stuk dat we nu voor jullie gaan spelen is When I Am Laid in Earth uit de opera Dido en Aeneas van Henry Purcell. Ik zal niet proberen een hele opera samen te vatten in een paar zinnen, want dat zal mij niet lukken, maar het komt hierop neer. Een man en een vrouw worden verliefd, de man verlaat de vrouw en de vrouw is heel verdrietig. En dit moment... Niet voor niet wordt dit, het is al 333 jaar oud dit stuk, maar niet voor niet wordt het nog steeds altijd aangehaald als het allerdramatischste en verdrietigste moment uit de muziekgeschiedenis. En dat vonden wij na zo'n coronatijd wel toepasselijk.
Ja, veel dank aan de muzikanten voor de bijdrage vanmiddag. En bijzonder om hier te vertellen is dat Ronja ook een student is bij ons. Dus het was allemaal in huis en ze heeft haar eigen gelegenheidsorkest geregeld met mensen met wie ze vaker speelt. Veel dank. Fijn dat jullie op deze manier onze opening konden... Komt zo nog iets, maar wij gaan wel zo afsluiten. Ja, ja, ja. Goed, aan het eind van deze middag, en we zijn al wat aan het uitlopen, dus ik ga het nu kort houden. In de allereerste plaats mijn dank aan iedereen die hier was en die dit ook heeft georganiseerd. En natuurlijk veel dank aan mevrouw van Engelshoven vandaag. Fijn dat u bij ons was. En ook, wij waarderen dat we iets hebben kunnen laten zien van wat wij zijn als universiteit. En waarom wij denken dat deze vorm van wetenschap het waard is. En u hoorde al, uw woorden werden al gequote, onmisbaar in het stelsel. Dat vergeten wij niet. Fijn, Kors, dat je het ook even alvast genoemd hebt. En ook dank aan Martjan Sekali. Fijn dat je als voorzitter van het Humanistisch Verbond hier bij ons was om zo te delen in ook je verbinding met de internationale studentenvluchtelingen. Ook iets waar wij nadrukkelijk ook naar zoeken om daar die verbinding te maken. En fijn dat we zo als HV en als UVH, als twee organisaties kunnen laten zien. We staan voor hetzelfde, we doen het op verschillende manieren en we hebben elkaar nodig. Dus dank, dank dat je hier vanmiddag was. En natuurlijk dank aan Kors en Huip. Fijn dat jullie hier hebben laten zien als onderzoeker en ook als student. Van hoe gaat dat dan? Hier ben je aan het werk, in die humanistiek, met deze materie. En hoe relevant kun je het hebben, hè? Over de vragen die buiten gesteld worden en waar we dus binnen onze muren ook mee bezig zijn. En jullie hebben vanuit twee perspectieven laten zien van wat het dan vraagt om dat gesprek aan te gaan, om inderdaad het ambacht van de kritiek elkaar te leren. Wat hebben we daarvoor nodig? En Huip heeft laten zien van nou, dan moet je ook als student ook werken om het niet alleen maar theorie te laten zijn, maar laat dat dan ook iets gebeuren. Dus dank voor ook dit inkijkje vanuit de universiteit. Alle sprekers, en dat past hier eigenlijk aardig bij, die krijgen als aandenken een boek wat onlangs aan onze universiteit is gepubliceerd. Het boek wat aangeboden is aan Joachim Duindam, een hoogleraar die al lang bij ons hoogleraar is geweest en onlangs met emeritaties gegaan. Voor hem was een boek samengesteld, Opinitis heet dat. Dat staat vol met bijdragen over dat geroep in de samenleving. En wat betekenen al die stemmen dan? Hoe kunnen we dat wegen? En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we niet ten onder gaan aan al die geluiden? Wat kunnen wij daar als universiteit dan van vinden en tegenoverstellen? Dat boek heb ik al aangeboden aan Martjan en aan de minister. Jullie krijgen het zo bij de receptie. Maar ik noem het hier even als voorbeeld van dat is nou hoe wij ook als universiteit willen omgaan met wat er in de samenleving speelt. Goed, wij zijn zo aan het eind gekomen van deze plechtigheid. Ik wil u allen uitnodigen voor de receptie bij de universiteit. Dus u steekt het plein weer over en dan komt u bij de universiteit. Als u de ingang neemt en u gaat rechtsaf, dan komt u vanzelf bij een klein poortje waar UVH boven staat. Dat poortje gaat u door. Ja, dat klinkt allemaal wat mysterisch voor degene die het niet kennen, maar ik denk dat het zich vanzelf wijst. En dan vindt u ruimte, een kantine en een tuin waar we met elkaar het glas kunnen heffen op dit nieuwe jaar. Het is geheel volgens het servicedocument van hoger onderwijs, ik zeg er nog maar even bij, coronaproof. Dus als u wil zitten, dan dient u een vaste zitplaats te gebruiken. En anders dient u goed ruimte te houden tussen u en de andere gasten buiten. Het is een afhaalbuffet, dat hoort daar ook bij. Dus er gaat niet iemand langs met drankjes, maar u moet zelf even iets gaan ophalen. Zo hebben wij dat allemaal volgens de letter geïnterpreteerd en dat zal vast goed aflopen. Om te voorkomen dat er te veel mensen bij die receptie zijn, is de uitnodiging of het programma is uw toegangsbewijs voor de receptie. Niet voor niets dat ik net nog even wat programma's bij het cortège liet bezorgen, anders staan wij daar straks buiten. Dus als u het programma even meeneemt en dat laat zien als u bij de universiteit naar binnen gaat, dan weet iedereen dat u bij deze 75 mensen hoort en dat dat dus een vertrouwd aantal is. Zometeen gaat het cortège, zoals te doen gebruikelijk, u voor bij het verlaten van de kerk.
Het cortège stopt bij de poort naar de universiteit om ook iedereen, ook binnen het cortège, eventueel nog de gelegenheid te geven om het gesprek aan te gaan met de mensen buiten. En we willen ons daar ook niet voor afsluiten, maar u bent daar geheel vrij in. Wilt u zich daar nog even door laten informeren, gaat uw gang. Als u meteen doorloopt naar de universiteit, is het ook goed. De minister zal in ieder geval met de actievoerders nog in gesprek gaan en een alternatieve begroting in ontvangst nemen. Dus zo gauw wij daar zijn, dan is ook, kunt u het cortège als ontbonden beschouwen en kunt u gaan en staan waar u wilt. Nogmaals dank voor alle inzet en voor uw aanwezigheid. En wij sluiten dan deze academische plechtigheid in de hoop en in de verwachting dat we een jaar zijn ingegaan waarin we als universiteit kunnen floreren. Dank u wel.